Toegang krijgen tot je emoties is heel belangrijk als je lijdt aan psychosomatische klachten, dus klachten waarbij door artsen geen oorzaak gevonden kan worden, geen medische oorzaak. Of ook als je merkt dat je in de aanwezigheid van een ander persoon als het ware verdwijnt, helemaal niet meer kunt voelen wat nu jouw gevoel is. En als het gebeurt dat jij een psychosomatische klacht hebt of dat jij verdwijnt met je emoties in de aanwezigheid van de ander, dan is het heel vaak zo dat jij in een hele cruciale fase van jouw ontwikkeling, met name tussen de 8 maanden oud en de 2 jaar oud, dat is de autonomiefase waarin je een autonoom wezen wordt met een eigen wil en zelf ja of nee kunnen zeggen. Als daar iets in mis is gegaan. En daar leg ik eerst iets over uit. In die autonomiefase, waarin je dus nog geen geheugen had, tenminste geen geheugen waarbij je dingen in een soort tijdsvolgorde kunt herinneren. Toen was de bedoeling dat jij ontwikkelde dat jij ja kon zeggen of nee kon zeggen. Of dat je kon laten merken, dit vind ik mooi of hier heb ik een hekel aan. En dat het was nodig dat toen jouw emoties gehoord werden en gevalideerd werden, bevestigd werden door degene die jou opvoedde. En wat heel vaak gebeurt, is dat de ouders door hun eigen problemen of door het zelf niet om kunnen gaan met emoties, dat ze niet in konden gaan op jouw emoties en jou niet konden bevestigen daarin. Dus als jij bijvoorbeeld zei van, oh, ik wil naar buiten, want ik zie daar een hele leuke poes lopen en ik wil daar naartoe. En dan zeiden je ouders bijvoorbeeld, nee, blijf maar binnen, ga maar een boekje lezen. Dus wat jij dan voelde was, oh, wat ik wil, dat telt niet. Dat is blijkbaar niet belangrijk. En zo leer je dan, als dat vaak genoeg gebeurt, dat je je beter niet meer kunt uiten. En dat wat jij voelt opwellen van binnenuit, aan boosheid of aan verdriet of aan blijdschap, dat niet telt. Dat is heel pijnlijk voor een kind om dat te voelen, dat dat niet telt. Want die emotie, dat komt van emoveren, dat betekent in beweging zijn, dat geeft het leven, dat geeft de sprankeling van het leven. En als er dat niet mag zijn, dan geeft dat een heel groot gevoel van leegte. En ook van pijn. En daarbij probeert het kind zich dan tegen te beschermen door niet meer te voelen, door niet meer, door geen emoties meer te hebben, door emotieloos te worden. En dan gebeurt het dat als jij in de aanwezigheid met iemand bent, bijvoorbeeld jouw partner wordt heel boos op jou, dat jij niks voelt. En wat dan gebeurt is, als jij niet reageert, wordt die partner nog bozer op jou. En in jou is alleen maar een leegte of een bevriezing of een shock. Je hebt geen toegang tot je emoties. En dat is te leren. Ik geef je daar dadelijk een soort hulpmiddel bij, wat kan helpen naast een therapiesessies die dan ook heel nuttig kunnen zijn. En dat is te leren, maar dat is belangrijk om dat eerst dingen te oefenen
met jouzelf en niet direct in relatie tot je partner, want dat is dan te veel. Dat is al moeilijk voor je om contact te maken met je emoties. En zodra de ander met wie jij bent een sterke emotie heeft van verdriet of van woede of ook van blijdschap, dan merk jij bij jezelf dat je gewoon verdwijnt, niet weet wat jij voelt. En dan lijkt het alsof je oplost in het niets en die ander nog belangrijker wordt en jij dus nog meer inkrimpt. En hoe zit nu die relatie met psychosomatische klachten? Dat zijn bijvoorbeeld klachten als astma, pijn in je maagstreek of rugpijn. In de rug gaan vaak emoties van woede vastzitten. Maar jij hebt geen toegang tot die woede, dus dat kun je niet ervaren op zo'n moment. Of pijn in je schouders, of benauwdheid, benauwd gevoel, of buikkrampen. Dat kunnen allerlei dingen zijn waarvoor je naar de dokter gaat en er is niks te vinden. En wat vaak het geval is, is dat zo'n emotie die jij niet kunt voelen en uiten, iets wat in jou in beweging is gekomen en wat geen expressie kan krijgen, dat zich gaat uiten via het lichaam. Dat is dan ook wel de liefde van het trouw van het lichaam aan jou, dat die dan een uitgangsvorm probeert te vinden. Kan ook zijn in de vorm van eczeem, van huidaandoeningen. Dus om te kunnen gaan met die psychosomatische klachten, om die klachten te verminderen en uiteindelijk te laten verdwijnen, is het nodig dat je weer toegang krijgt tot je emoties. En ik ben zelf ook ervaringsdeskundige in het geen toegang hebben gehad tot mijn emoties. Omdat ik voelde dat mijn ouders daar ook niet mee om konden gaan, heb ik dat niet geleerd. Bij mij heeft zich dat geuit uiteindelijk in mijn depressies en in mijn eetproblemen, waarover ik ook de boeken heb geschreven: Depressie, een opstap naar geluk. En het boek Honger naar vervulling, die ik noem in een link in de beschrijving onder dit filmpje. Dus bij mij heeft het zich zo geuit. En dan ben ik ook nog eens een waterman van sterrenbeeld. En watermannen kijken vaak neer op emoties, terwijl ik me nu pas realiseer hoe belangrijk ze zijn. En nu is de vraag: wat kan jou helpen om toegang te krijgen tot die emoties? En ik geef twee dingen die kunnen helpen. Er is veel meer hoor, wat kan helpen. Dat kun je ook vinden in therapieën, als lichaamsgerichte therapieën, traumaheling, psychomotorische therapie, haptonomie. Maar nu geef ik twee eenvoudige oefeningen. En de eerste oefening is het contact krijgen met jouw Hara-punt, jouw Hara-centrum. En om het uit te leggen, ga ik even staan. Je Hara-centrum zit, hier is mijn navel en hier is mijn schaambeen. En het Hara-centrum zit hier, ongeveer 4 vingers breed onder de navel. En je kunt het voelen als je dat gebied indrukt en dan met kracht weer naar buiten drukt. Dan voel je daar een kracht zitten. Voor de Japanners is dit het centrum van hun lichaam. Voor ons ook eigenlijk, maar wij denken heel vaak dat hier het centrum zit. Maar het is in dit Hara-punt. En dan oefen je jezelf om te bewegen
vanuit dat HARA-punt. Want dan versterk je het, dan voel je dat jij een centrum hebt. En om die emoties te kunnen voelen, die beweging die in jou gaande is, is het nodig dat jij voelt dat jij een centrum hebt waar je altijd naar terug kunt. En dan kun je vanuit dit centrum, ik til nou een beetje deze Indiase dress op om het zichtbaar te maken. Vanuit dit centrum beweeg je nu, ga je nu je bilspieren trainen. Die helpen om ook die stevigheid in jezelf te voelen. Maar je gaat die bewegingen die ik noem, ga je maken vanuit dit HARA-punt. Langzaam, zodat je het voelt. Dus dan ga je met je been naar de zijkant. Dan train je een beeld van je bilspieren. En dan, dus het is niet zomaar dat je je been gaat bewegen, maar je voelt dat die beweging voortkomt, begint in dat HARA-centrum. En dan ga je jouw benen naar achteren bewegen. Ook weer vanuit dat HARA-centrum. Dus je voelt dat dat HARA-centrum jouw beweging aanstuurt. En dan breng je je benen van binnen naar buiten. Dat kun je nu niet zien, maar dat is van binnen naar buiten. Met beide benen. Zo en nu terug. En je kunt ook oefenen als je bijvoorbeeld, ik doe het vaak op dansmuziek, dat ik ga dansen en dat ik dan voel dat ik vanuit hier mijn arm beweeg. En dat is echt oefenen. Dat is niet iets wat je zomaar kunt voelen. Dat is het. Welke beweging je ook maakt, stuur je aan vanuit jouw HARA-punt. En je kunt het ook doen als je buiten wandelt. Dat je voelt dat je loopt en dat je die benen beweegt vanuit hier. En dat traint jou om in contact te zijn met je centrum. Zelfs als je aan het afwassen bent, kun je voorstellen dat jij die afwasbeweging maakt vanuit je HARA-punt. Dus de uitnodiging is om zoveel mogelijk op een dag, wat je toch al doet, te doen vanuit die beweging vanuit hier. En dat kan een heel fijn gevoel geven van kracht, van centering, om daar van hieruit te bewegen. Het brengt je ook heel erg in het hier en nu. En dan komt het tweede wat je kan helpen. En dat is, ik heb deze dingen geleerd van dokter Raja Selvan. Dat is een klinisch psycholoog en die geeft mij ook supervisie voor de Somatic Experiencing Training, voor de traumahelingstraining. En hij heeft ook een boek geschreven over de embodiment van emoties, over het belichamen van de emoties. En wat ik van hem geleerd heb is, als ik het moeilijk vind om zelf mijn emoties niet te voelen, omdat ik altijd heb geleerd dat de emoties van anderen, in dit geval mijn ouders, die ik als kind emotioneel of wilde ondersteunen door zelf niet te voelen en hun emoties belangrijker te vinden. Ik dacht dat ik dat kon. Als kind kun je je ouders niet ondersteunen, maar de wil is er. Dat helpt mij. Dus dat is dat je, als je zelf de emotie niet kunt voelen, dat je je voorstelt hoe het gezicht van iemand anders eruit zou zien als die
zou meemaken wat jij meemaakt. Wat voor gezichtsexpressie zou die persoon hebben? En wat voor geluid zou die persoon dan maken daarbij? Ook de gezichtsexpressie en het geluid, dat zijn expressievormen voor het uiten van de emoties. Dus als ik bijvoorbeeld me voorstel dat iemand een hele rotopmerking tegen mij gemaakt heeft, die mij echt vernederd heeft, dat gevoel. Die emotie kan ik dan niet zelf voelen, maar dan stel ik me voor iemand die heel goed zijn emoties kan uiten, hoe die dan gekeken zou hebben. En die zou dan bijvoorbeeld heel boos gekeken hebben, bijvoorbeeld deze gezichtsuitdrukking. En het geluid wat daarbij gehoord zou hebben, dat zou dan misschien geweest zijn. Ah, zoiets. En als ik me dat voorstel, dat geluid en die gezichtsexpressie, dan gebeurt er ook iets in mij. Dan komt er ook iets in mij in beweging. Dan komt heel diep van binnen die emotie in beweging. Omdat zelfs bij het voorstellen van die gezichtsexpressie van die ander en dat geluid, ik heb spiegelneuronen in mijn hersenen die spiegelen wat een andere aan gezichtsuitdrukking laat zien en aan geluid laat horen. Dat is een soort verdedigingsmechanisme van ons lichaam, waardoor we afgestemd zijn op dat er gevaar zou kunnen zijn. Dus mijn spiegelneuronen nemen dat op en zetten ook in mijn lichaam iets in beweging. Dus ook als ik iets mee heb gemaakt, als je iets mee hebt gemaakt, bijvoorbeeld stel je hebt als kind een incestervaring gehad waarbij je gedissocieerd bent, dat was te veel voor jou. Dan veel mensen hebben dan de ervaring dat ze als het ware boven hun lichaam gaan zweven om afstand te nemen. En dan schakel je de gevoel uit, de emotie. Maar als je bijvoorbeeld dan het gezicht van een ander voorstelt, bijvoorbeeld een gezicht dat vertrokken is van pijn, en dat er een geluid bij zit van, auw, dit bijvoorbeeld, dan kan er ook bij jou iets in beweging komen. Dan kan er een emotie ontstaan. En die emotie die kan dan weer iets op gang brengen. Je krijgt er bijvoorbeeld dromen van of er komt iets anders in jou in beweging, waarmee je verder kunt werken dan in therapie. Want een emotie is heel behulpzaam om te kunnen werken ook in therapie. Dus ik gebruik dit nu zelf voor mezelf. Want als ik iets meemaak en ik denk, nou ja, ik voel er eigenlijk niks bij, dan stel ik me voor het gezicht van iemand anders. Wat voor gezicht zou iemand anders daar nou bij trekken? En wat voor geluid zou die ander maken? En een geluid is veel basaler nog dan woorden die je eraan geeft. Want woorden, dat is allemaal alweer gefilterd door de mind. Mocht je hiermee willen experimenteren, dan nodig ik je uit. En doe het altijd in zo'n mate als je het zelf doet, als nog goed voelt voor jou. Bij traumaheling is het altijd zo. Babystappen zijn nodig. Hele kleine stapjes in feite bij alles uit het leven. We denken soms een hele grote stap te kunnen maken en dat betekent vaak daarna weer 2, 3 stappen achteruit. Maar als je langzaam gaat, dan kan het zich echt integreren in jezelf. Heel veel goeds daarbij. En mocht je iets willen delen, dan kun je dat altijd doen in de bij de reacties onder het filmpje, of je kunt mij ook een mailtje sturen op info@genietenvanmeditatie.nl. En ook die gegevens vind je in de beschrijving onder dit filmpje. En mocht je over bepaalde onderwerpen iets horen wat
langer is en meer de diepte ingaat. Dat is bij sommige filmpjes van mij is dat zo. Dat heb ik niet bij alle filmpjes. Dan kun je ook luisteren naar een podcastaflevering van mij, van de podcast Van Pijn naar Zijn. Ook die vind je in de beschrijving onder dit filmpje.